En YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas opent met een bier dat ik helemaal vergeten was dat in mijn koelkast stond. En het is geen Oud of Goud review, want zo oud is die niet. Hij is net een week of twee over de datum. Maar hij heeft altijd in de koelkast gestaan, dus ik maak me niet te veel zorgen. Maar het is een bier van de Kromme Haring. Het is de Tomaxolotl. 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 Oftewel, een smoked cherry porter van 6,5%. Here we encounter the fabled Tomaxolotl. He is a kind and friendly animal who announces his arrival with the jangly sound. Once we are within sight, his courtship ritual begins. Watch for excited arm waving, giant gleaming smiles, waggly finger pointing, and persistent presentation of the thumbs up. He sets about filling his nest with delicious drinks, the finest food, friendly people, and calming vibes to a soundtrack of his infectious laughter. Now that we are seated, the Tomaxolotl must move on. We are sated. We will miss him dearly, but we will remain grateful for all that he has brought us. Thank you, Tomaxolotl, for your hard work and dedication. We hope you will visit often so that we may reciprocate your kindness. Ja, het bier is op 22, ergens in juli 2022 in het blik gegaan. Augustus 2023. Ik hou daarmee rekening dus dat de zure kersen misschien een beetje minder intens kunnen zijn. De ingrediënten zijn mout, maris oter, oak smoked wheat, brown roasted wheat, Cara roast. Cara and roast. En de hops zijn Columbus, alleen Columbus. Yeast is, gist is W yeast 1968. Sour cherries. Vegan friendly. Jongens, we trekken hem open. Cherry porter. Smoked cherry porter. Ik ben helemaal klaar. Als dit tegenvalt, dan ga ik naar bed en dan is mijn hele dag klaar. Dit moet gewoon toch wel lekker zijn. Wat ik al zei, ik schenk hem iets te agressief. Het kan zijn dat misschien het kersenverhaal van dit bier ietsje minder intens is, omdat hij al een jaartje op leeftijd is. Maar ik vermoed dat het wel goed gaat komen. Nou ja, heel mooi donker. Hij schinkt inderdaad niet heel blubberdik of zo. Het is een relatief clear beer. Als ik hem juist in het licht hou, zie ik, of op een juiste hoek hou, zie ik er wat licht doorheen komen. Maar hij is wel gewoon heel mooi donkerbruin, neigend naar zwart, met een mooie soort van koffie met iets te veel melk erin, schuinkraag. We gaan natuurlijk zien wat dit doet in de neus. Kromme Haring, smoked porter, smoked cherry porter. Oh, we gaan eens even kijken. Oh yeah, baby. Oh. Oh. Ja, echt. Nog zo mooi, intens, rokerig en absoluut kersen. Ik zeg nog niet dat ik zure kersen krijg. Kan zijn dat het nog in de smaak wat meer naar voren komt. Maar zoveel kersen, zoveel rook. Zoveel mooie, donkere, pure chocolade. Tonen van geroosterde espresso. Oh man. Ja, dat is echt delicious in de neus. In zijn eenvoud echt inderdaad veel smoked. En dan inderdaad, mensen denken wel, ik heb dit wel eens vaker gezegd. We hebben helaas in de bierwereld heel veel mensen die geen whisky drinken, maar wel barrel-aged bieren drinken, die dan bijvoorbeeld op gerookte whisky hebben gelegd. Maar bijvoorbeeld peated whisky. En die hebben de associatie peat en smoke. Dat dat allemaal hetzelfde is. Dus als iets ook maar een beetje rokerig ruikt, dan gaan deze jongens, oh, lekker peaty. Oh, zo lekker peaty. Oh, this is zo lekker peaty. Nee, nee, nee. Alles wat peated is, is gerookt. Maar niet alles wat gerookt is, is peaty. En dit is echt zo mooi wood smoke. Je krijgt echt al die tonen van zelfs het eiken komen er een beetje door. Oh jongens, en in combinatie met die kersen, dat is echt niet normaal. Oh, man. Als ik nou echt een mooie grilled, echt een goede, zeg maar, iets als een picana, een mooie steak. Een goede klassieke ribeye, maybe. Echt iets dat van de barbecue afkomt aan rundvlees. En dan dat smoke en dan dat porterverhaal, weet je. Maar ook dat kersenverhaal, dat zoetje daarvan. Wow. En die tonen van donkere chocola, koffie en zelfs iets bijna hazelnootachtig, nutty, notig. In combinatie weer met die kersen, doet gewoon bijna aan een soort van Schwarzwalder kiersachtig iets denken. Maar dan smoked, weet je. Het ruikt gewoon fenomenaal. Ik moet een slok nemen, jongens. Proost.
heel anders smoked dan bijvoorbeeld. Want bij smoked denken ook heel veel mensen bijvoorbeeld aan Schlenkela. Heel anders gerookt. Het heeft nergens van dat beef smoke. Het is echt puur gewoon wood smoke. Weet je, je ruikt gewoon wanneer eiken, mooi eiken brandt. Zoiets. Dat je ruikt gewoon goed hout dat brandt, dat rookt. Dat ruik je gewoon. Heel mooi droog. En dan inderdaad dat bittere chocolade weer, de pure chocolade, die bittere koffie. Neigen naar espresso, maar in ieder geval heel erg dark roast. De kersen geven hem een subtiel zuurtje. Het is nergens een sour ale, maar er zit een soort van subtiel zuurtje in. Met echt een explosie van die kersen. Oh. Mm. That is like... Mm. Heel mooi droog. Heel mooi... Dat is het beste. Het is niet zozeer zuur, het is heel mooi wrang. Tart. Dat is het. Het is op geen enkele manier zuur. Alleen dan praat je over zuurtje, want dat is misschien wat makkelijker. Maar hij is veel meer wrang, droog, bitter. Op alle mooie manieren. Op alle mooie manieren. En dan een bak aan kersen daardoor. En dan mooi rokerig er doorheen komen. En trouwens op geen enkele manier extreem groot. Ik heb een veel extremere... Extreem Does not compute. Mijn hele taalcentrum stort in. Ik ken veel meer extreem gerookte bieren. Extremere gerookt. Extreem gerookt. Anyway. Bieren die veel sterker overkomen in dat rook. Qua porters en smoked. Maar dit is echt wat dat betreft gewoon heel goed rokerig. Zonder dat het te extreem wordt. Sterker nog, door die kersen en door die mooie chocolade en koffietoon is dit denk ik een hele leuke manier voor mensen die denken, ik weet niet wat ik van rokerige bieren moet denken, om het te leren kennen. Om te ontdekken wat een groot bier kan zijn, zonder dat het te extreem wordt. Zeker in de smaak is die zacht rokerig vergeleken met de neus, die wat intens rokeriger is. Maar op geen enkele manier dus bijvoorbeeld dat medicinale jodium dingetje wat sommige peated smoked dingen kunnen hebben. Even het verhaal tussen, hè? Want de fenolen vanuit turf geven een heel ander idee qua rook mee dan dat gewoon hout gerookt doet. Gaan we echt nog wel eens een keer een livestream of zo aanwijden. Dit is in dat opzicht veel zachter, veel makkelijker. Oh man, echt. ...6,5%... This all day, every day. All day, every day. Ik kan hier heel vrolijk van worden. En dat ben ik ook eigenlijk gewoon. Het is niet dat ik hier vrolijk van kan worden. Ik ben hier gewoon heel vrolijk van. Klaar. That's it. I like it. Het was een sessie van 3 bieren om te reviewen. En dit is by far the best. Dit is by far the best uit de hele serie van 3 bieren die ik vandaag gefilmd heb. No doubt. Helemaal mijn ding. Als je deze nog hebt staan, drink hem. Je zult hem niet snel meer nog tegenkomen in een winkel, denk ik. Maar als je hem ergens in een hoekje van een slijterij ziet staan. Niet bij mij. Ook al is hij dan ietsje over de datum. Hij gaat echt nog lekker zijn. Hij gaat echt nog lekker zijn. Ik denk niet dat je hem nog tegenkomt hoor. Maar dit is echt lekker. Of tenminste, ik vind het echt lekker. En ik vind, in mijn mening, als jij niks hebt met rokerige bieren. Probeer dit. Maar goed. Ik denk niet dat je hem nog ergens kan vinden. Anyway, en dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingsbox links naar mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.